ik zie grote dozen. Gaan jullie verhuizen? Nee. Nu gaan we het in de computer zetten en dan kunnen we het daarna in de container buiten gooien. Maar waarom niet direct in de container? Omdat we het eerst op de site in moeten vullen. Dan kun je ook wel zetten dat je 10 van die apparaten hebt en jij 20 van die apparaten. Kun je smokkelen of wordt er nog toezicht op gehouden? Dan vragen ze of je een foto wil sturen van wat je hebt. En ja, dat. Ja. Dus er wordt wel controle opgevoerd, ja. Nou, we volgen jullie gewoon. Lieselotte en Gerco, jullie mogen met mij praten en de rest moet gewoon doorwerken. Maar wat is nou precies de bedoeling? Nou, we doen mee aan de e-waste race en dan verzamelen we eigenlijk oude kapotte apparaten. En die ga je zoveel mogelijk punten verzamelen. En uiteindelijk wordt het allemaal gerecycled. Ja, en waarom doen jullie mee? Om zorgen we ervoor dat niet alles op de grond gaat liggen of dat het wordt verbrand. Doen jullie dat gewoon voor de lol? Of vinden jullie dat zo belangrijk? Of is er ook iets mee te winnen? Er is ook iets mee te winnen. En wat kun je ermee winnen? Een schoolreis naar Nemo in Amsterdam. Oh, ja, dat willen jullie wel of niet? Ja. Maar is de concurrentie, is die groot? Ik denk het wel. Ja. Maar denk je ook dat jullie kunnen winnen? Nee. Nee? Denk je dat niet? Nou, dan moet je even oproep doen voor de camera. Hoe kunnen jullie winnen? Wat moeten mensen doen om jullie te helpen? Nou, gewoon zoveel mogelijk elektrische apparaten kan je aanmelden op onze site. www.ewastrace.nl Ja. En dan kun je aanmelden wat je in huis hebt. En dan komen we dat bij je ophalen. Oh, jullie komen het ook ophalen. Mag het ook bestellen wasmachine? Nee, het mag. Ja, als het even groot is als onze tafeltjes in onze klas, dan mag het. Lennart, wat ben jij precies aan het doen? Ik meld de overige elektronica aan. Dit lampje? Dat is overige kleine elektronica. Ja? Ja. Je moet ervoor zorgen dat er geen batterijen meer in zitten. Je hebt ook nog de kabels. Wat doen we dan alweer apart? Oordopjes, adapters. Werk joh. Ja. Ja, en vind je het ook leuk om te doen? Ja, zie je het nut er ook van in of doe je gewoon mee om te winnen? Of allebei? Allebei, ja. Ja. En Laura, wat is jouw taak? Mijn taak is hetzelfde als Lennart. Soms meld ik aan soms breng ik weg of zeg ik of het een kabel is en dan leg ik het bij de stapel wat weg mag. Ja, het wordt in een container gedaan en op de laatste dag wordt die container opgehaald en dan gaat het naar fabrieken en daar halen ze de grondstoffen eruit. En als er nog batterijen in zitten, dat mag natuurlijk niet, maar er zitten ook soms giftige stoffen in en dat mag ook niet in een gewone prullenbak. Dus dat wordt dan speciaal verwijderd en de grondstoffen worden weer nieuwe telefoons of dingetjes van. Breng de e-waste naar de rand!